Tongersdeitejûn waren de ploegen presenteerd door het publiek. De organisatie is vooral te spreken over het debuut van China en Marokko. We hebben nu de eerste islamitische land, Marokko. Geweldig. China is er nu bij kwam. Nou, China houdt in de gaten in het toernooi. Want ik denk dat China was voor een grote verrassing waar ik in. Want ik heb ze trainen gezien. Nou, dat was fantastisch. In Marokko zagen ze de korbalsport als een mogelijke brengen naar de westerse wereld. De Friese topkorballer André Kuipers is strikt als ambassadeur en bondscoach. Ze doen dit jaar voor het eerst mee. En ja, ze zijn al een tijdje daar wel wat aan het, ja, wel aan het korfballen, maar nog eenvoudig. Op scholen zijn ze begonnen. Ja, het begint nu wat een serieuzere vorm te krijgen. Dat is mooi. Ze zijn nu, proberen nu op 4 scholen en 4 grote steden korfbal te krijgen. Nou, daar zijn ze aan het korfballen. En dat korfbal ze nu elke week. Nou, dat zijn uiteindelijk 4 keer 1000 leerlingen. Die ook direct allemaal, dus elke week korfballen. En daar is nu een team van hier naartoe gekomen. Nevens wethouder Andries Eckhart is dit WK goed voor het imago van Leeuwarden. We zijn bezig om culturele haatstad te worden, denk ik. Dit is een mooie voorloper daarop. Hè? Want het gaat ook om, nou, het is een, ja, een wereldgebeuren, maar heel veel Europese landen. Ja, het is toch wel bijzonder. Hè? Korfbal is natuurlijk een echte Nederlandse sport. Alhoewel ik begrijp, de concurrentie komt op. Het schijnt ook dat ze China al redelijk kunnen korfballen. Dus ik ben benieuwd wie er zondag in de finale staat. Korfballers en basketballers van Ares gingen in een openingsact de strijd om waar het beste shit te kennen. Dat wonnen de korfballers. In de aansluitende partij wien de basketballers lykwols een maatje te grut voor de korfballers. Het WK, het wordt het nog 2 dagen. De finale begint snijn om 5 uur.